Twee 17-jarige jongens uit Rotterdam en een 14-jarige jongen uit Schiedam zijn vanochtend opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij een reeks groepsverkrachtingen. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 16 jaar oud. Ze werden misbruikt in kelders en schuren van woningen in Rotterdam-West. In november deed de politie ook al onderzoek naar zedenmisdrijven in de omgeving. Het onderzoek duurde lang omdat de slachtoffers het moeilijk vonden hun verhaal te doen.